Moord en doodslag, dat komt strafrechtadvocaat Peter Plasman in zijn werk dagelijks tegen. Thuis vlucht hij in zijn muziekcollectie om de ellende te vergeten. Komt-ie. Het is, voor mij is het een elementaire levensbehoefte, muziek. Ik zou niet zonder muziek kunnen. Dit zijn hele mooie speakers. Dit is de top van BMW, Bauer & Wilkinson. Die staan ook in de Abbey Road Studios. Ik heb in mijn carrière, muziekcarrière, heb ik altijd een opbouw gehad van... Ik ben met een heel simpel draagbaar pick-upje van Philips begonnen. En dan steeds verbeterd. En deze heb ik al heel lang en ik denk dat dit niet meer overtroffen gaat worden. Ik kijk ook heel veel samen met mijn vrouw naar live concerten. En dan krijg je dus meer kanalen en dan probeer je het zo te bereiken dat je eigenlijk het gevoel krijgt dat je in het concert zit. Nou, dat lukt met deze apparatuur lukt dat heel goed. Zelfs zo goed dat we wel eens bij een concert zitten en dan denken zaten we maar thuis. Want dan zou het geluid veel beter zijn dan wat we hier horen. Het ontspant en het is ook, en dat is, heb ik niet alleen met muziek, maar ook met kunst, met mooie dingen. Ik kom natuurlijk in mijn werk heel veel narigheid tegen. Het is als ik een dossier opensla, dan spat het genoeg je niet tegemoet. Integendeel. En het is niet zo dat ik denk, nou moet ik ook iets anders gaan doen, mooie dingen, maar misschien is dat wel zo'n beetje de werking ervan, dat het compenseert.